In de Drutense nieuwbouwwijk De Horst is onlangs een nieuw speeltuintje geopend. Tussen alle nieuwbouw is er nu ook een mooie speelgelegenheid voor de jonge generatie. Wethouder Michelle Poeteren was aanwezig bij de opening en gaf een korte toespraak. In totaal zijn er 43 woningen en 67 appartementen gebouwd in De Horst. Vooral in de woningen wonen veel kinderen en was er behoefte aan een speeltuin.